weg kunnen is heel moeilijk. Hè? De Russen zouden wel kunnen, maar kennelijk willen ze dat toch niet. Ze beleiden het wel, maar het gebeurt niet. Ik vrees dat die krijgers die daar zitten, dat zijn veel mensen van het bataljon van Azov, geen toekomst hebben, omdat ze niks zien in krijgsmanschap bij de Russen. Dus die vechten gewoon door tot letterlijk het bittere einde. Het is wel zo dat elke dag dat ze daar vechten, zitten 10.000 Russen daaromheen. Die kunnen nergens anders worden ingezet. Dus elke dag dat ze vechten klinkt heel bitter, maar is wel weer winst voor de Oekraïne in zijn geheel. Ja, je zegt, okay, dus de Russen hebben een belang. Ja. Ze hebben ze omsingeld, dus op bijna middeleeuwse wijze hongeren ze uit. Ja. Ja. Maar de Oekraïners hebben politiek of militair strategisch gezien ook een belang dat het nog even zeker, duurt. Want Poetin heeft natuurlijk alles bij elkaar geraapt om, en zullen we zien, die operatie te gaan starten in de Donbass. Daar heeft hij 70.000 mensen voor klaarstaan. Maar 10.000 zitten wel op een andere plek. Die kan hij niet gebruiken op dit moment. Maar je zegt het toch nog enigszins eufemistisch. De militairen die er zitten, vechten zich dood. Ja. En de mensen en de gewonden die daar nog zitten, ja, wordt vreselijk. Die komen daar ook nooit meer weg. Nou ja, nauwelijks. Hopelijk dat de Russen met de handen over het hart strijken en echt een humanitaire corridor gaan inrichten. Maar dat is tot nu toe nog geen één keer maar gebeurd. Maar nu is dat niet gebeurd. Ja, er wordt nu ook gesproken over detentiecentra om Mariupol heen. Ja. Wat weet jij daarvan? Nou ja, mensen zijn geëvacueerd, worden in die centra opgevangen. En om het heel simpel te zeggen, en dat blijkt wel uit verschillende bronnen, is als je naar Rusland wil, dan kan dat. Dan word je daar snel weggehaald en goed ontvangen. Als je niet naar Rusland wil, maar naar de Oekraïne wil of elders, dan laat ze eigenlijk aan je eigen lot over. Dus het wordt ook gebruikt als een propagandamiddel om te zeggen, kijk, hoe meer mensen wij naar Rusland kunnen halen, die mensen wilden dus weg en naar het moederland terug. En dat is natuurlijk helemaal fout, want burgers mag je nooit gebruiken in een oorlog voor je eigen doeleinden. Laat staan voor propagandistische doeleinden.